Met mijn onderzoek probeer ik een stukje van de Nederlandse geschiedenis, van de Indonesische geschiedenis, van de Mekkaanse geschiedenis, die eigenlijk daar met de bedevaart samenkomt, een beeld te brengen. Ik doe onderzoek rond het gebruik van nieuwe media in de late koloniale periode. En specifiek over de bedevaart naar Mekka vanuit Indonesië. En hoe Nederlanders toen, maar ook Indonesië zelf, fotografie en film hebben gebruikt. Dus nieuwe uitvindingen van de 19e eeuw. Ik ben Rokhaya Rijsling. Ik ben promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben 29 jaar oud en mijn achtergrond is in taal en letterkunde en antropologie. En ik heb ook islamstudies gedaan. Fotografie werd uitgevonden in 1839. En Mekka werd de eerste foto's pas in 1880, dus meer dan 40 jaar later, genomen. De reden daarvan is omdat Mekka een gesloten stad was. Dus niet-moslims mochten de stad niet binnen. Dit onderzoek is bijzonder interessant omdat het een soort van global history is. Het gaat echt om de beweging van de pelgrims vanuit Indonesië naar Mekka. En dan heb je het perspectief van de Nederlanders die willen weten welk soort pelgrims gaan naar Mekka. En ook een soort van nieuwsgierigheid die in de foto's en de film met veel materiaal terugziet. Van wie zijn die mensen en wat gebeurt er dan eigenlijk in Mekka? Dus in mijn onderzoek kijk ik naar de literatuur natuurlijk, maar ik kijk ook zeker naar die foto's. En dit is een leuk gedeelte van mijn onderzoek. Fotografie en film en ook later geluidsopnames waren een manier om daar een soort van informatie over te verzamelen. En ik kijk dus naar die informatie die verzameld werd en wat het ons vertelt over die pelgrims en de hele context. En de vragen die werden gesteld en hoe mensen werden gepresenteerd. Mijn onderzoek naar de bedevaart naar Mekka 100 jaar geleden is geslaagd als andere mensen daar ook iets aan hebben, als onderzoekers daarop kunnen bouwen en als mensen daar inspiratie uit halen.